Goedemiddag op deze woensdag. Het is 3 november. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Bureau Hofstad was wel heel spannend. Er gebeurde heel veel. Daarna heb ik eventjes 4 handen op 1 buik teruggekeken. Dat was toch een nieuwe nog. Ik vond het een beetje gekkig, want er waren nu aan het voorstukje allemaal nieuwe moeders toegevoegd met nieuwe meisjes. Dus ik dacht dat het eigenlijk een herhaling zou zijn, maar dat was het dus niet. Dit meisje had Victoria Koblenko en ze had het eigenlijk allemaal wel heel goed voor elkaar. Ze had al een dochtertje van 1,5 en nu dus zwanger van de tweede. Had gewoon een vaste vriend, een huisje en dat soort dingen. Dus eigenlijk allemaal wel heel goed, maar zij kreeg wat hulp met een coach, want zij had met haar eigen familie eigenlijk geen contact meer. En ja, om dat allemaal een beetje een plekje te geven. Dus het was wel heel interessant. Ik heb de vlog in elkaar gezet. Ik heb foto's bewerkt. En daarna heb ik eventjes de laatste 2 afleveringen van Jordis gezien. En Witse. En het was wel heel gek. Want ik heb het allemaal al wel een keer gezien. Maar het is heel lang geleden. Dus ik kan me allemaal niet meer zo goed voor de geest halen. En ik had heel erg het idee dat de persoon... Ik dacht de hele tijd bij mezelf. Jij bent de dader. En toen had ik toch gelijk. Dat is altijd wel een beetje gekkig. Dus... Maar prima avondje. Ik ga zo even een corona thuistestje doen. Ik ben toch, de verkoudheid blijft toch wat aanhangen. En een beetje een hoesje erbij. Dus ik dacht, nou laat ik gewoon even een thuistestje doen. Om te kijken of dat ik misschien corona heb. We hebben natuurlijk ook de persconferentie gehad. Nou ja, eigenlijk was alles al wel een beetje uitgelekt. We gaan weer mondkapjes dragen. We moeten op meer plekken die QR-code gaan gebruiken. Ik kan er van alles van vinden, maar ja... Ja, het is wat het is. Het is allemaal, ik vind het allemaal wel een beetje, ja, het blijft een beetje aan de gang. Hè? De besmettingen lopen natuurlijk op en nu de mondkapjes terugbrengen, ik weet niet of het echt gaat werken. Volgens mij heeft het de vorige keer ook niet echt heel veel gedaan. Maar goed, als het moet, dan doen we het gewoon weer. Dat is vanaf zaterdag en we gaan het wel zien. Volgens mij gaan ze nog weer verder in besluit. Ik weet ook niet wanneer de volgende persconferentie is, maar voorlopig hebben we weer mondkapjes op in ieder geval. Ik ga zo ook eventjes poetsen, maar ik zet jullie er even bij dat ik dat coronatestje ga doen. Dat is ook een keer wat anders dan poetsen, want dat is toch elke keer hetzelfde. En dan ga ik daarna even bullet journalen, dus dat is verder de planning niet heel bijzonder of zo. Ik ga even de spullen pakken, even lezen hoe dat moet voor zo'n testje en dan ga ik die eerst maar even doen. Ik zit er best wel een beetje tegenop, moet ik zeggen. Thank you.
het goede nieuws is dat deze test negatief is. Dus ik heb gelukkig geen corona. Nou, dat is natuurlijk alweer een hele opluchting. Dus ik vond het niet erg fijn om te doen, moet ik zeggen. Ik voel het ook best wel diep dat je het je neusgat in moest. Maar goed, het is goed gegaan. En ik weet nu zeker dat het gewoon een verkoudheidje is en dus geen corona. Dus nou, dat is wel weer fijn om te weten. Zo, ik ben inmiddels klaar met alles, maar het is hier alweer hartstikke donker, dus ik zal toch even een lampje aan doen. Ja, dat is gewoon wel een beetje het nadeel als je maar één raam hebt in je kamer, maar goed. De woonkamer is verder gedaan. Ik heb zelfs nog even een was aangezet, want dat was ik alweer vergeten. Ik was al even aan het schoonmaken. Ik denk, oh chips, ik zou een was aanzetten. Dus die heb ik erin gedaan, want er moest ook even het lopertje in, want er had een tuigje dus koffie overheen gemorst. Nou, het potje met pepernoten is weer bijgevuld en dan maak ik dat zakje open en dan ruik ik gelijk die geur van pepernoten. Dat vind ik wel heel erg lekker. Even een shout-out naar mijn nagels. Ik heb gisteren één nageltje bij moeten werken. Dat was deze, maar voor de rest ziet het er nog steeds prachtig uit, dus zonder topcoat gaat het beter. Ik heb even wat doodles getekend, want de nieuwe doodles die staan online van november. Ik zal ze even laten zien. Het is The Mountains Echoed. Ik heb nu bijvoorbeeld een flanelblouse getekend. Marshmallows, een blok, hut en gepofte kastanjes. Ja, je hebt eigenlijk allemaal een beetje dingen wat ook wel een beetje met de winter te maken heeft. En het lijkt ook wel een beetje, ja, inderdaad ook wel een beetje iets van de bergen. Dus ja, ik vind het wel leuk. Er staan ook een paar dieren bij. Ik zie een beer staan, een vos, een reehert. Nou, dat is het ook. Dus wel leuk dat er nu weer een nieuwe online staat. Wel altijd leuk. Dus daar ben ik weer mee bezig. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je Ajax. Die zet ik op de laptop erbij aan, want je hebt ook het perfecte plaatje. Dat wil ik graag zien. Ik heb wat programma's opgenomen. Een huis vol heb ik opgenomen. Maar ik denk dat ik dat vrijdagavond eventjes ga kijken nadat ik de Masked Singer heb gekeken. Dan kan ik vanavond naar het perfecte plaatje even Cupido of zo kijken. Hudson en Rex die heb ik dus weer opgenomen, want die komt weer vanavond. Dus die ga ik vanavond ook kijken. Verder moet ik nog even wat kleine dingetjes doen aan de vlog. Artikels schrijven en moet ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. En ik heb nog geen idee welke. Ik zag laatst wel dat er een korte serie voorbij kwam die volgens mij op zich met mij goed matchte. Maar ik moet even kijken of ik die wil gaan kijken of dat er nog iets anders op staat wat me interesseert. Maar dat is altijd een zoektocht voor mij. Dat is het eigenlijk ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ik heb nog steeds het gevoel dat het stokje zo mijn neus in ging. Hij kan dieper dan je denkt, want je denkt, oh, ik kan niet verder, maar dan kan je wel verder. En nou ja, weet je, het is fijn om te weten dat ik geen corona heb, ondanks dat ik wel wat klachten had. Maar of ik zou snel zou zeggen, dus doe ik het weer? Denk ik niet, want ik vond het niet heel fijn. Maar goed, wie vindt het wel fijn, denk ik dan. Ik ga nu relaxen, dus ik zou zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 4 november. Ik ben klaargemaakt. Ik had net even mijn vader gebeld. Ik had namelijk eventjes een vraagje. Ik zat er nog steeds een beetje mee dat ik die plaat niet had op kunnen hangen van de IKEA. Toen had ik even uitgelegd dat ik aan mijn coach had gevraagd of hun misschien een steenboor hadden. Dat had ik nog even op de app gezet. En toen zei ze van, nou, zou even kijken. Toen dacht ik van, nou, als dat niet werkt, misschien zijn van die plakspijkers wat van de Tesla. Die heb ik hier ook gebruikt, bijvoorbeeld bij die foto van Angela Schijven. Maar er zit een plakspijker achter, want ik kwam niet door die muur heen, want het is een buitenmuur. Ik ben even ondertussen bij mijn coach aan het appen hoor. En dat was dan nog een optie. Maar toen zei hij van, heb je nog van die stalen spijkers? Want die heeft hij toen achtergelaten. Ik zeg, oh ja, die heb ik nog wel. Hij zegt, daar zou je het ook mee kunnen proberen. Want daar moet je mee door die muur komen. Want die zijn keihard. Nou, dat wil ik dan nog straks even proberen of dat lukt. En als het dan niet lukt, dan kan ik verdere stappen ondernemen.
Dus dat even. Gisteravond heb ik verder het perfecte plaatje gekeken. Was op zich wel heel erg leuk. Alleen het duurt wel heel lang. Ik vind 1,5 uur best wel lang. En ik kijk dan wel. Maar op een gegeven moment daalt mijn gedachte wel een beetje af. Dat ik denk, ja, ik vond eigenlijk 1 uurtje prima. Maar goed. Ja, ik vind het toch altijd wel leuk om te zien. Ook ja, gewoon. Ze moesten een hele kleurrijke foto maken. En dan zie je sommigen zo creatief zijn. Dus. Ja, ik vind het toch altijd best wel interessant. Ik ga eventjes mijn batterij omwisselen, want deze batterij is leeg en dan kom ik bij jullie terug. Zo, volle batterij erin. Dat is echt wel het voordeel van 2 batterijen hebben nu. Daarna heb ik een huis vol gekeken. Zeg ik dat goed? Ik wist dat ik ergens een missie ging. Het heet helemaal niet een huis vol, het heet je huis op orde. Nou, dat was wel heel mooi. En het was wel een beetje bijzonder. Ze hadden een hele volle zolder. Nou, ik heb zelf ook heel veel spullen en ik ken het heel erg. Het feit dat ik het moeilijk vind om spullen weg te doen. Alleen deze mevrouw die had ook echt doekjes, zeg maar. Van die gele schoonmaakdoekjes. Ken je die? Die kun je eigenlijk best wel een paar keer wassen, maar heel snel komen de gaten erin. Er zijn dus allemaal van die doekjes... waar dus allemaal gaten in zaten. En toen zei Victor, zo kunnen die weg? En toen kwam ze toch even kijken. Nou, uiteindelijk met pijn en moeite wilde ze ze dan wel wegdoen. Maar ze wilde ze eigenlijk opmaken totdat ze gewoon helemaal niet meer mee kunnen. Maar ja, eigenlijk als er gaten zitten, kunnen ze al niet meer mee. Maar uiteindelijk was het resultaat ook wel weer heel mooi geworden. Dus ja... Weet je, ik vind het altijd wel heel mooi om te zien. En ook wel knap dat ze dan toch nog best wel afscheid nemen van best wel veel spullen. Dus op zich vond ik het wel weer een hele mooie uitzending. Ik heb de vlog... ik moest even 1 dingetje veranderen. Dat zat niet goed. Dat heb ik gedaan. Ik heb de thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. En daarna ben ik een nieuwe serie begonnen op Netflix. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Het heet Kastanje Manden. Het had wel een hele hoge match met mij qua wat ik leuk vind aan programma's. Maar ik durf nog niet van te zeggen of het echt wat voor me is. Maar goed, daar moet ik eerst meerdere afleveringen voor gezien hebben voordat ik kan zeggen ik vind het wat of niet. En daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Dat was een hele mooie uitzending. Alleen op een gegeven moment zat iemand vast onder water. Die was aan het duiken. En dan krijg ik het altijd heel erg benauwd van. Als iemand dan onder water is. Omdat ik ben zelf ook nooit iemand geweest die heel graag onder water heeft gezwommen. Ik krijg er echt een beetje benauwde gevoelens van. Dus ook bij dit. Uiteindelijk kwam het gelukkig goed. Maar ja, ik had het daar wel eventjes benauwd bij. Ik heb mijn boek ook weer bijna uit te kopen vanavond uit te lezen. Het is dan zo spannend. En ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dus wat dat betreft was het wel een fijne avond. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik eerst even de video opnemen. Ik ga dus nu de favoriete video opnemen en dan doe ik volgende week de Action Shop blog. Want anders dan moet ik al mijn producten die ik nu heb staan, zeg maar alweer voor de nieuwe maand, die moet ik laten staan. En dan wordt het zo'n zooitje van. Dus ik wil het graag een beetje opgeruimd houden. Dus dat ga ik eerst even doen. En ik ga sowieso even bullet journalen en dus even kijken of ik er met zo'n spijkertje doorheen kan komen. Het zou natuurlijk top zijn, dus dat moet ik eventjes afwachten. Maar eerst eventjes nu zorgen dat de video erop komt. Zo, ik heb alles lekker klaar. Ik had gisteren trouwens nog Ajax gekeken en dat was weer een hele mooie winst. Dus dat was weer mooi meegenomen. De video staat erop.
ben even aan de gang gegaan met staalspijkers, maar ook daarmee kom ik niet door die muur heen. Dus je kunt je al een beetje bedenken hoe dik en ja, die muur is. Het is eigenlijk gewoon een beetje een rotmuur. Dus of ik moet nu nog met de bor gaan proberen, maar die heb ik dan nu niet. En anders toch de plakspijkers, want een andere oplossing zie ik gewoon niet. Dus dat is een beetje jammer bij deze muur, maar goed, dat is even niet anders. Lekker even gebullet journaled, al best wel ver met de doodles. Dus dat is ook wel weer leuk, is ook wel weer een leuke nieuwe maand. Dus is heel leuk. Nathalie die appte vanochtend al heel blij. De update van Animal Crossing is uit. Animal Crossing spelen Nathalie en ik allebei op de Nintendo Switch. En er kwam dus een nieuwe update. Ik dacht eigenlijk dat die morgen zou komen, maar hij staat er dus nu al op. Dus ze ging hem direct downloaden. Morgen komt de betaalde update. En die hebben Nathalie en ik allebei van mijn moeder gekregen. Dus die moet ik vanavond even pre-orderen. Dan kan ik hem morgen direct downloaden. Dus dat was super lief. Als een cadeautje van mijn moeder voor Nathalie en mij. Dus ja, super leuk. Dan kunnen we net weer wat meer en kunnen we weer verder. En ja, het is gewoon super leuk. Dus heel blij. Dus die ga ik vanavond even pre-orderen en natuurlijk gelijk spelen. Want ik wil direct zien hoe de nieuwe update al is. En dan morgen hebben we de luxere update waar je dus voor moet betalen. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga straks douchen en eten. Ik heb hamburgers met mini frietjes, dus lekker makkelijk. Ik moet trouwens nog even naar boven, bedenk ik me net, want ik moet nog even frietsaus pakken. Vanavond heb je Chateau Meiland, dat ga ik natuurlijk lekker kijken. Daarna heb je een nieuw seizoen van Alberto Stegeman, Undercover in Nederland. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Vind ik ook altijd heel mooi om te zien, dus dat ga ik ook lekker kijken. Verder moet ik even foto's bewerken. En ga ik verder met Kastanje Manden. En ga ik vanavond adem in, adem uit kijken. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus verder niet een hele spannende planning. En ik hoop dus dat ik vanavond mijn boek uit ga lezen. Ik heb de verwarming al lekker aangezet, want ik kreeg het frisjes. Dus het wordt al wat lekker warmer. De lampjes zijn al aan, want ja. Het leek heel zonnig toen ik opkwam, maar het is toch wel weer wat betrokken. Maar dat geeft niet. Ik ga in ieder geval nu eventjes wat drinken, mijn frietsaus pakken en relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 5 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga eventjes strijken als ik heb stof gezogen. En even de was aanzetten en even bullet journalen. Ik heb nu wat strijkdingen liggen, dus die moeten nu even weggestreken worden. Dus ik dacht, dat is een mooi klusje voor vandaag. Dus dat eigenlijk. Gisteravond televisie gekeken. Allereerst de Meilandjes. Dat was de laatste uitzending. Hierin lieten ze onder andere de boekpresentatie van Erika zien. En ze kregen hun hond Bommel terug. Toen Bommel overleed, hebben hun ervoor gekozen om hem op te laten zetten. En dat zou best wel lang duren, maar toen lieten ze dus gisteren zien dat hij terugkwam. Het was heel mooi gedaan, laat ik dat voorop stellen. Al heb ik er altijd een beetje nare gevoelens bij als ik opgezette dieren zie, dan... ik weet niet. Het geeft mij altijd een beetje een naar gevoel en dat is gewoon heel persoonlijk. Want het is natuurlijk wel heel mooi dat je zo voor altijd je dier bij je hebt. Maar ja... Aan de andere kant denk ik ook, ja, voor mensen die eigenlijk niet heel veel te besteden hebben, daar is het gewoon al niet haalbaar voor. Ook al zouden mensen het misschien willen, want het schijnt heel veel geld te kosten. Dus ik denk wel echt dat het meer een beetje voor de elite mensen is. Ja, en vooral nu met alles wat zo duur wordt, denk ik dat heel weinig mensen dit kunnen doen. Maar goed, ze hebben hem weer terug en hij had een mooi plekje in hun huis gekregen. Dus dat was het ook. Er komt wel weer een kerstspecial van de Meilandjes. Vind ik zelf wel weer heel erg leuk. Maar voor nu is het seizoen in ieder geval klaar. Daarna heb ik Undercover in Nederland gekeken. En laat ik even beginnen met het feit dat ik een beetje moe word van alle commentaren die daarop komen. Je weet dat een programma commentaar krijgt. Maar dan heb ik het eigenlijk over de zogenaamde azijnzeikers. Mensen die commentaar hebben over Alberto, dat hij geen onderzoeksjournalist is, dat hij het vreselijk presenteert,
dat het een vreselijk programma is, maar die mensen weten wel te vertellen waar zo'n programma dan over gaat, of in dit geval de aflevering. En dan denk ik van, je kijkt, je wilt negatief commentaar geven, maar waarom zet je die tv dan niet op een andere zender of draai je de knop uit? Ik snap dat niet zo goed. Ik kan daar nooit zo goed bij met mijn hoofd. Ik bedoel, je hoeft echt niet alles leuk te vinden, maar er zijn zoveel andere keuzes aan programma's om dan te gaan kijken. Maar nee, je moet dan weer dat afzeiken. Ik snap dat nooit. Maar goed, het was een hele heftige uitzending. Ze gingen undercover in een bejaardentehuis. Het was verschrikkelijk. Die mensen werden behandeld als honden. Ze werden afgeblaft. Er werd niet aardig tegen hun gedaan. Ze kregen soms niet eens hun medicatie of veel te laat. Inentingen die werden gezet door... Of injecties moet ik eigenlijk zeggen. Inentingen niet. Injecties die werden gezet door personeel wat eigenlijk helemaal niet bevoegd was. Een personeelslid die vertelde doodleuk. Ja, ik heb een injectie gezet doordat iemand me begeleidde met een camera. En dan denk ik van, wow, dat kan dus niet. Ze kregen soms niet eens eten omdat er geen geld voor was. Ze kregen alleen maar zoetigheid als beleg op hun brood. Nou, iemand die diabetes heeft, moet je niet elke dag hagelslag gaan voorschotelen. Het was verschrikkelijk. Alberto ging undercover als Jacques. Een oudere man die eventueel interesse had om daar te komen wonen. Het werd allemaal heel mooi voorgedaan. Hij heeft hun uiteindelijk mee naar buiten weten te lokken en heeft ze daar geconfronteerd. Nou, dat kwam ook niet echt aan, want die mensen hadden echt zoiets van ja, en het is gewoon pure discriminatie. Ik ben blij dat ze dit uitgezonden hebben en ik hoop ook echt dat er wat aan gedaan wordt. Want je beseft je dan wel weer hoe dankbaar je bent dat je eigen oma in een heel goed thuis zit. Waar ze het heel erg naar de zin heeft, waar ze het heel goed heeft, waar ze leuke spelletjes doen. Waar ze af en toe eens een keer een doosje chocolade wint, waar ze dan heel erg blij mee is. Zo mag je alleen maar dankbaar zijn als je opa, oma of je vader of moeder of wat dan ook in een goed huis zitten. Want dit kon echt niet. Ik heb daarna eventjes mijn foto's bewerkt en mijn kastanjemanden gaan kijken. Vond ik nu toch wel heel interessant. Het lokt echt wel om door te kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de aflevering van vanavond. Daarna had ik adem in, adem uit. En dat was ook een hele mooie uitzending. Het wordt wel steeds meer een ontknoping. Ik geloof dat er nog een paar afleveringen komen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit zal eindigen. Ik heb een pakketje binnen gehad. Die heb ik zelf besteld overigens. Die zal ik even openmaken. En dan zal ik jullie even laten zien wat erin zit. De hoes nu. Hier deze hele kant is afgebroken. Hier. En dit stukje doe ik me elke keer zeer. Dan moet ik even kijken welk type dit is. Kan ik dat zien? Oeh, dat wordt een beetje moeilijk lezen. Serio, wat staat er een serio onder? Ja, 1707. Nee, dat zie ik niet. We gaan het gewoon even ophouden om te kijken of dat wat past. Ik zal even kijken, want ik heb hier natuurlijk meerdere uitgangen. Ik heb die. Deze. En volgens mij past die daar niet op, wat ik het zo zie. Ik ga even kijken. Helaas, het is niet het goede model. Dat hebben ze op de website niet goed aangegeven. Dus deze moet er doorgestuurd worden, want... Dit gaat het niet worden, dus ik heb hem verder dicht laten zitten. Dus ik kan hem zo terug de doos in doen. En dan moet hij terug, want dit is dus helaas niet de goede. Jammer, maar ja. Dat kan gebeuren. Dan kan hij gewoon weer retour. Dus ik ga hem even aanmelden en dan kan ik hem terugsturen.
alles weer klaar. De strijk is weer lekker klaar. Hangt ook alweer in de kast. Ik had voornamelijk veel blouses. Ik had één broek, een jurkje en twee zakdoeken. Ik had ook al een tijdje niet meer gestreken. En ik vind een blouse moet je gewoon strijken. Nou, deze blouse dan. Sommige blouses van de Lidl hoeven gewoon niet. Want die zijn gewoon van heel glad materiaal. Maar deze hebben echt een strijkbeurt nodig. Dus die zijn mooi weer glad en hangen in de kast. Ik heb lekker even gebullet journaled. Net even de programma's opgenomen die ik op wil nemen vanavond. En nou ja, hun hebben net gegeten. Tijgertje is trouwens niet meer plakkerig. Kijk, ze is helemaal glad weer. Ja, hier zit nog een beetje een hard stukje, maar dan kan ze er niet zo goed bij. Maar je bent eigenlijk een beetje van de koffie af, hè? Ik vond dat wel wat. Ik moet vanavond even de retour aanmelden van die hoes natuurlijk. En dan ga ik gelijk even kijken of er eentje is die wel voor mijn laptop past. Dat stond gewoon een beetje onduidelijk op de website aangegeven. Dus even kijken, dan kan ik deze retour sturen en kijken of ik dan een nieuwe kan bestellen. Dus dat moet wel goed komen. Het is een beetje jammer, ik ben een beetje teleurgesteld. Maar ja, zulke dingen kunnen gebeuren. Ik wilde wat zeggen en ik ben het even vergeten. Dat is een beetje vervelend. Dat heb ik de laatste tijd wel vaak. De was die draait in ieder geval nog. Die is nog niet klaar, want het zijn de handdoeken. En die moeten altijd wat langer. Ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond is de betaalde update van Animal Crossing online. Ik heb hem gepre-orderd gisteren met hulp van Nathalie. De nieuwe update hadden we al. Alleen ik kon nog niet zo heel veel verder, want ik had nog bepaalde dingen niet afgerond, waardoor ik nog niet alles kan ontgrendelen. Dus daar moet ik even op wachten. Maar het was wel super leuk om te zien al. En ik heb er wel van genoten. Dus ik ben heel benieuwd vanavond met de betaalde content wat we daarmee kunnen. Want die is nu online gekomen. Als het goed is die al, gaat die straks gelijk downloaden zodra ik de Switch aan doe. Dus super veel zin in. Super lief dat we dat van mijn moeder kregen. Dus echt heel blij mee. Verder heb je vanavond een Masked Singer dat ik ga kijken. Ik ga even Cupido of zo nog eventjes terugkijken, had ik nog opgenomen. En verder moet ik nog een video bewerken, mijn artikel schrijven en ga ik verder met kastanjemanden. En ik heb weer salamander. Ik ga nu in ieder geval zo nog even lekker relaxen en dan straks eventjes douchen en eten. En dan kan ik ook lekker de bank op voor de televisie. En ja, ik hoop dat we weer een beetje wat kunnen raden vanavond bij de Masked Singer. Dus dat wordt wel weer gezellig. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik ga bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 6 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje een zeer oog. Ik dacht in eerste instantie toen ik wakker werd, zou er een adertje geknapt zijn. Dat was niet het geval. Het is verder niet rood, maar hij doet gewoon een beetje zeer. Dus nou ja, dat is een beetje vervelend. Gisteravond de Masked Singer gekeken, maar het duurde zo ellendig lang. Ik blijf erbij, RTL gooit er veel te veel reclame in. Het is gewoon echt op een gegeven moment een beetje vervelend. Nou hadden ze gisteren een extra element toegevoegd. Ze hebben op RTL, bij RTL nu een bepaalde actie lopen met kinderen voor een goed doel. Nou, dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Wat leidde ertoe dat je gisteren bij de Masked Singer een optreden kreeg van twee papegaaien, wat een duo was. De jury kreeg hulp van Nicolette van Dam en Bas Smit, alleen voor het optreden van die papegaaien. Die gingen hun kunstje doen en daarna moesten ze raden wie er dan in zaten. En dit stond dan in het teken van het goede doel. Maar door dit element raakte ik heel erg afgeleid en kon ik niet meer de aandacht houden bij de rest van het spel. Want daarna moesten er nog twee maskers optreden en ik was er helemaal uit. Die finale hebben ze uiteindelijk ook anders gedaan. Het publiek die mocht nu stemmen op degene die ze door wilde hebben. En degene met de minste stemmen viel dan af. Dat was uiteindelijk de UVO. Ik had wel goed wie erin zat, dus dat was wel heel leuk. Maar voor mij hoeven ze dat niet nog een keer te doen. Want ik merk dat mijn aandacht gewoon heel erg vervaagt van dat hele spel zo. Ik heb daarna even Cupido of zo gekeken. Dat was wel heel leuk. En ik heb Animal Crossing gespeeld. Gisteren was de betaalde content online. Dat houdt in dat je nu vakantiehuisjes kan inrichten op een ander eiland. Dat kan alleen met de betaalde variant.
En dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik had gisteren een olifantje die wilde een leeshoekje hebben in dat vakantiehuisje. En dan moet je dat vakantiehuisje zo inrichten in de hoop dat je klant blij is. Superleuk, zowel de betaalde content als de gratis content is echt superleuk. Een hele leuke toevoeging, dus ik ben er heel erg blij mee. Verder heb ik mijn artikel geschreven en de video heb ik geüpload. Die staat inmiddels online. En toen ben ik Kastanjemanden gaan kijken. Ik kwam er helaas achter dat er maar 6 afleveringen van zijn. Dus daar ben je wel weer snel doorheen. En daarna had ik Salamander. En als goed is heb ik daar vanavond de laatste aflevering van seizoen 1. Dus spannend hoe dat afloopt. Ik ben ook met een nieuw boek begonnen. Hartstikke leuk boek. Op zich ook een beetje kriebelig werd ik ervan. Want dit meisje heeft een baan als uitvaartbegeleidster. Dat vond ik een beetje luguber. Het is natuurlijk een hartstikke mooi beroep. Maar ik word er zelf altijd een beetje bang van of zo. Maar goed. Dus dat was het eigenlijk. Ik ga zo meteen even stofzuigen. Ik ga even de kwasten wassen. Want die heb ik al een beetje verzameld. Die zijn onwijs vies. Dus die moeten even lekker een wasbeurt gebruiken. Of hebben eigenlijk. En daarna ga ik eventjes bullet journalen. Dus verder niet heel veel bijzonders op de planning. Het is weer een beetje een donker dagje. Het is ja, bewolkt. De wind waait behoorlijk. Dus nou ja, op zich wel gezellig. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ja, ga ik daarna wel even jullie erbij zetten als ik de kwasten ga wassen. Want die zijn echt behoorlijk vuil. Dus dat ga ik mooi even doen. Maar eerst even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Want er heeft er eentje onwijs op de kattenbak gezeten. En dat stinkt heel erg. Dus die gaan we even licht scheppen. Alles is weer klaar wat gedaan moest worden. De kwasten zijn schoon. Ik heb zelfs een deel opgenomen van een video die nog online moet komen. Maar die video neem ik in delen op. Maar dat zal tegen die tijd wat duidelijk worden. Want ik weet nog niet wanneer die online komt. Dus dat heb ik mooi gedaan. Ik heb eventjes lekker gebullet journaled. Dus wat dat betreft eigenlijk allemaal prima. Ik had Nathalie eventjes op de app. Ja, we hadden al even wat overleg gehad. Omdat Sinterklaas en Kerst eraan komt. Omtrent cadeautjes voor lente. En zij had wel wat dingen doorgegeven. En nu zei ze van nou, ik heb al wat dingen gekocht. Omdat ze ook bang was dat het snel op zou zijn. Dus ja, voor Sinterklaas heb ik een klein dingetje. Er moet nog een klein dingetje bij. Ja, voor Kerst weet ik het nog niet. Maar dat duurt ook nog eventjes. Al ben je natuurlijk zo wel weer aan toe. Maar ik ben er gewoon nog niet zo heel erg mee bezig, merk ik. Maar ja, aangezien Sinterklaas komt natuurlijk volgende week alweer aan. En dan, ja, eigenlijk is het maar een periode van 3 weken. En dan is het ook 5 december. Dus nou ja, goed, ik ga er nog even mee aan de gang.
Verder heb ik. Ja, het is super koud. Ik heb de verwarming een tikje gegeven. Straks in ieder geval lekker warm douchen. Ik heb de kwast ook echt met warm water afgewassen. Uitgewassen. Ik heb de lamp aangedaan, want ik vond het donker. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en even eten. Vanavond heb je niet heel veel op televisie. Ik ga sowieso Flikker Rotterdam terugkijken. En verder moet ik nog even kijken of ik nog iets wat ik ga kijken. Er is nog zat om terug te kijken, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Verder wil ik aan de gang met de vlog, die alvast voor een groot deel tot en met vandaag in ieder geval editen. Dan hoef ik dinsdag nog maar een klein stukje. Ja, en verder wil ik kastanjemanden kijken en ga ik verder met salamander. En vanavond lekker mijn boek lezen. Maar straks is maar even een beetje opwarmen, want ik ben net een sneeuwpoppetje, zo voel ik me. Maar goed, dat is verder de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus even lekker relaxen. Daar ben ik wel eventjes aan toe. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 7 november. Ik heb nog steeds een zeer oog. Ik heb ook het idee dat het iets roder is. Dus ik ga, als ik vanmiddag ga relaxen, even zo'n koud oogmasker op doen. Ik denk dat dat wel eventjes goed is om te doen. Ik heb net even de kliko aan de weg gezet, want morgen wordt het GFT opgehaald. Die kliko is altijd heel snel zwaar, dan zit hij nog helemaal niet zo vol. Ik had er wel weer moeite mee, maar het is me nu zelf gelukt, dus daar ben ik wel blij om. De kliko wordt hier vaak om 8 uur 's ochtends al geleegd. Nou, dan slaap ik nog. Soms word ik er een keer wakker van dat ik het geluid hoor, maar dan slaap ik wel weer verder. Dus ik dacht, ik zet hem mooi alvast aan de weg. Dan is dat gebeurd. Ik heb niet al te best geslapen, raar gedroomd. Ik werd heel erg zweterig wakker. En ja, dat was niet zo heel erg fijn. Maar goed, ik had het al een beetje voorzien. Want dit overtrek zweet nogal snel. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga de groenten afhalen en sowieso foto's maken. Het kan zomaar zijn dat ik nog wat ga verzinnen. Ik wil misschien nog wel eventjes mee eten weghalen, want ik heb het apparaatje weer gevonden. Ik wilde het al een paar weken geleden doen, maar kon ik het apparaat niet vinden. En toen haalde ik de strijkwas vrijdag uit het mandje en daar zat hij dus onder. Dus die was weer terug. Daar was ik wel blij om. Gisteravond heb ik televisie gekeken. Ik heb allereerst toch nog even Ranking the Stars gekeken. Omdat er nu andere kandidaten zaten, wilde ik toch nog wel een keer kijken of het misschien nu wel leuker was. Maar hij stond niet eens helemaal op de opname. Dus nou, ik vond dat prima. Flikker Rotterdam gekeken. Dat was de laatste uitzending. Dat was heel spannend. Dat was ook wel weer leuk. Er komt ook een seizoen 6 van Flikker Rotterdam. Dat is al aangekondigd. Maar ja, het is natuurlijk nog niet bekendgemaakt wanneer dat komt. Vaak duurt het wel eventjes. Ik heb de vlog bewerkt tot en met gisteren, of in ieder geval al geëdit. Ik ben naar Kastanjemanden gaan kijken. Dat was wel weer een hele mooie uitzending. Ik heb er nu nog twee. En daarna had ik Salamander. En ik dacht eigenlijk dat dat de laatste aflevering zou zijn van seizoen 1, maar dat was ook nog niet het geval. Dus daar kan ik ook nog even mee verder. Maar het is pas vrijdag weer. Dus ja, dat zijn eigenlijk alle dingetjes voor je. Ik heb nog even lekker Animal Crossing gespeeld. Dat was wel weer heel erg leuk. Ook lekker ontspannend. Dus ach, dat was eigenlijk alles wel. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen. Ik laat straks wel even weer de fotoproducten zien. Maar eerst even stofzuigen. En even zorgen dat de groenten afgehaald zijn. Dan is dat in ieder geval klaar. Dan kijk ik wel of ik nog wat ga opscharrelen. Want vaak zeg ik doe niet zoveel op zondag. En dan zijn er toch altijd wel weer klusjes die ik kan gaan doen. Dus zodoende. Ik ga daar nu even wat aan doen en dan ja, zien jullie straks wel even fotospulletjes. Zo, even de fotospulletjes. Ik heb hier een Makeup Revolution palet. En dit is dan een highlight palet. Het Lustre Light Warm Reload palet. Met allemaal highlight kleurtjes erin. Heel leuk. Ik heb hier een oogschaduwpaletje van Catrice. Het Earth Eyeshadow Palet. Heel erg benieuwd naar. En ik heb twee mascara's. Dit zijn de 24 Ever Bold Volume Mascara's. En ik heb hier dus de roze variant. En dit is dan de Defined Volume Mascara. Dus die ga ik mooi even fotograferen. Ik heb alweer even het een en het ander gedaan, maar dat zal ik straks wel eventjes vertellen. Dus hier nu eerst even lekker foto's van maken. Zo, het pakketje met de hoes is ook weer klaargemaakt. Die hoes voor de laptop die terug moest.
Die heb ik ook gelijk even klaargemaakt en dichtgetaped. Dan kan die dinsdag mooi de bus op. Want ik had hem al aangemeld en heb ik hem nu eventjes zo klaargemaakt dat hij de bus op moet. Dus dat is ook wel weer fijn dat hij klaar staat. Moet ik hem alleen niet vergeten. Zo, vanavond komt Ajax. Dus ik heb wel een dubbelscherm met televisie kijken. Want die begint om 8 uur en dat wil ik natuurlijk wel eventjes zien. Dus dat ga ik ook nog wel eventjes kijken, denk ik dan. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb de groenten afgehaald. Ik heb mijn meeeters leeggezogen. Het is minder rood als dat het straks was. Het begint al een beetje te zakken. Maar er kwam toch best wel weer wat spul uit. Maar ik heb hem nu ook beneden neergezet. Dus nu heb ik, als ik hem nu wil hebben, kan ik hem gewoon heel makkelijk pakken. Dus dat scheelt wel. Nou ja, de foto's gemaakt. Ik heb nog even één make-up la een beetje omgegooid. En ja, dat was het ook wel. Even foto's geïmporteerd en toen de katten eten gegeven. Ik heb wat in mijn oog. Ik heb net even vlees uit de vriezer gehaald voor morgen. Pas even zoektocht tussen de bakjes, maar anders weet ik het wel, dan vergeet ik het. En dan heb ik morgen geen ontdooid vlees, dus die staat al mooi in de koelkast te ontdooien. Verder was eventjes opgevouwen. Dat was het eigenlijk ook wel. Toen was ik er ook wel klaar mee. Dan had ik nog één ding. En die gaat zometeen er ook af. En die is het mooi geweest. Ik ga zo even lekker relaxen. Dus met een oogmasker. In de hoop dat die pijn wat verdwijnt. Ik ga vanavond de datingquiz kijken. En daarna eventjes Rotterdam mijn dodder. Ik ga sowieso mijn nagels doen. Ik heb gelukkig makkelijk eten, want ik heb spare ribs en die hoef je alleen maar warm te maken. Dus ik hoef verder niet echt heel erg veel ervoor te doen. Dat is ook wel een keer lekker. Ik moet nog foto's bewerken en ik ga sowieso weer lekker Animal Crossing spelen. En vanavond heb ik kastanjemanden en heb ik weer witsen. Dus dat is het eigenlijk ook. Niet heel veel spectaculairs vanavond. Het is ook lekker aan het waaien. Ik vraag me ook echt af hoeveel graden het is. Even kijken waar mijn telefoon gebleven is. Oh, die ligt hier. Het is 9 graden, dus het is ook inderdaad echt wel frisjes. Dus straks gaat ook lekker de verwarming aan. Maar goed, ik ga eventjes dat wasje wegleggen en dan ga ik eerst even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb verder eigenlijk toch niks meer interessants om te vertellen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 8 november. Ik ben klaargemaakt. En zoals altijd heb ik het koud en het stinkt hier, want de kattenbakken moeten schoongemaakt worden. Ik zit al eigenlijk de hele week al niet heel lekker in mijn vel. Dat heeft ook een reden, maar die wil ik nog eventjes niet delen met jullie. Misschien dat er nog een moment komt dat ik het wel wil delen. Dat denk ik wel, maar ik moet even, ja... Ik moet eventjes me daar weer een beetje goed over gaan voelen. Maar voor nu vind ik het toch even niet fijn om het te delen. Maar mocht je denken je bent minder vrolijk de laatste dagen. Dat komt dus omdat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Dan krijg ik gisteren wel weer een fantastisch filmpje binnen van Lente. Die de Swiffer te pakken heeft gekregen. En daarmee de keuken gewoon staat af de stoffen. Ze ging langs de kinderwagen heen, langs de keukenkastjes, de deurpost, de vloer werd meegenomen. Het was zo schattig. Daar beur je dan toch wel weer iets van op, omdat je dan denkt van, ah, het is ook zo'n lieverd. Ik kreeg straks een foto binnen, ze had al haar pietenmutsje op. Ik was eigenlijk heel verbaasd dat die nog paste, omdat ze ja, toch zo groot is geworden in een jaar tijd. Maar die paste dus nog. Ze vond het ook heel schattig. En ze houdt hem ook heel lief op. Dus misschien dat ze zaterdag, als ze de intocht op televisie kijken, ook wel gewoon haar pietenmutsje op heeft. Heel lief. Gisteravond heb ik gekeken naar de datingquiz. Was op zich wel leuk hoor, maar weer geen matches. En het is ook prima, weet je. Je kunt het ook niet afdwingen. Daarna heb ik even Rotterdam in Dolle gekeken. Was ook wel weer een mooie aflevering. Toen heb ik foto's bewerkt en toen ben ik kastanjemanden gaan kijken. En het rare is weer dat er op een gegeven moment in een van deze afleveringen, toen ze op zoek waren naar de dader, door mijn hoofd is gesprongen van is hij het. Op een gegeven moment vraagt die rechercheur van kan ik hem vertrouwen. Hij was dus ook bij de politie.
En toen zegt hij ja, maar ik dacht nee, volgens mij ben je niet te vertrouwen. En dat schijnt dus nu ook degene te zijn die ze zoeken. Toch wel weer raar dat dat dan toch door je hoofd flitst en dat je dan ergens toch weer gelijk hebt. Dus ik ben heel benieuwd naar de laatste aflevering ook vanavond. En ik heb wits gekeken en dat was ook wel weer mooi. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is wel een beetje een zomers kleurtje als je het zo ziet. Maar dat is dus een van die lakjes van de Action. Nati was ook al benieuwd of ik ze al getest had. Dit is de kleur. Ik ga het even bij het licht bekijken, want ik kan het letterlijk niet lezen. 412. Hello honey. Maar ik vind hem wel heel leuk. Maar ja, dus even kijken hoe lang blijft het zitten. Dus dat was verder de avond. Mijn boek is bijna uit, maar gelukkig zijn er drie delen van. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus dat eigenlijk. Ja, ik ga zometeen maar eens eventjes de kliko ophalen en eventjes de kattenbakken uitscheppen. Ik heb gisterboven nog twee hele grote spinnen, echt zulke weggehaald. Ik werd er helemaal naar van, maar goed, het was even nodig. Dus ja, ik ga jullie wel gewoon weer meenemen, maar dan maar even aan de schoonmaak. En dan, ja, is dat weer klaar. Dus ik ga eerst zo die bakken maar eens even doen, want die ruiken echt niet lekker meer. Dus ja, verder ook niet heel veel te vertellen. Dus ja, ik ga gewoon even aan de gang. Des te eerder ben ik ook weer klaar, denk ik dan maar. Even nog, ik had gisteravond speerrips gegeten en ze waren hartstikke lekker hoor. Maar ik vertelde al dat ik altijd de classic koop, omdat die sweet chili vind ik nog heftiger. Maar ik vond deze ook wel heel heftig. Terwijl ik heb er wel heel erg lekker van genoten, maar ik had zo'n dorst gisteravond. Ik heb heel veel water gedronken en op zich ging dat ook wel goed. Op een gegeven moment verdween de dorst ook wel, maar dan ben ik er ook gewoon eventjes weer een tijdje klaar mee. Ik had echt zoiets van... Oh, en is hier ook gelijk gedoe, want die katten willen, die vinden dat ook lekker ruiken. Die komen er ook steeds bij. Dan heb je je spuitje erbij en dat werkt allemaal niet. Zonder gelijk even die bordjes wegdoen, want die had ik al wel in het emmertje gedaan. Maar dan kan dat emmertje mooi leeg, want ik moet er nou voorlopig even niet meer aan denken eigenlijk. Zo, weer mooi klaar. De katten hebben net ook hun eten op. Ik had gisteravond trouwens nog naar Ajax gekeken, maar dat ben ik helemaal vergeten te vermelden. Omdat het ook gewoon eigenlijk niet echt een wedstrijd was om over een huis te schrijven. Want het was heel saai. Ajax had kansen, maakte ze niet af. Uiteindelijk 0-0 gebleven. Dus het was echt heel saai. Maar goed, hier is alles weer lekker schoon. De bakken van de katten. Heerlijk dat ik nu niet meer de poepgeur ruik. Ook al schep je elke dag die drollen. Soms gaan ze zo onwijs tekeer dat het gewoon ruikt. Maar die zijn lekker schoon. De kliko is weer opgehaald. Er is gelijk weer afval ingegaan. De douche is weer helemaal schoon. En het toilet en de gang. Ik was rond 3:55 klaar. Toen heb ik mooi even folders gekeken. Ik vind het altijd wel leuk om ze ook nog even echt te bekijken. Zeg maar, dat is echt mooi even gedaan. Nu ga ik zo even lekker relaxen als ik wat gedronken heb, want ik heb een beetje een droge mond. Vanavond ga ik wat terugkijken, want je hebt natuurlijk geen Meilandjes meer. In plaats van de Meilandjes komen de familie Gillis op tv. Nou, dat vind ik echt helemaal niet leuk. Dat ga ik niet kijken. Dus ik heb nog een paar afleveringen van Het Roer om. Dat wil ik denk ik even één aflevering van gaan kijken. En sowieso eventjes Cupido of zo vanavond. Dat wil ik sowieso kijken. Hoef ik dat mooi niet op te nemen. En verder ga ik het wel zien. Ik ga sowieso Animal Crossing doen. Want dat is gewoon super leuk. Ja, en nou ja, gewoon lekker goede tijden. En verder ga ik mijn artikel schrijven. De laatste aflevering van Kastanjemanden. En heb ik vanavond verder weer witsen. Dus ook niet heel veel spectaculair of zo. Maar gewoon een basic lekker avondje. Straks even douchen en eten. Ik moet nog even de rosti-rondjes uit de vriezer pakken, want dan kunnen ze even al wat zachter worden. Want ja, het vind ik gewoon altijd net iets fijner werken. Dan kan ik gelijk even vlees voor morgen eruit zetten. Dat zijn altijd wel even van die belangrijke dingen die ik niet moet vergeten.
Maar goed, verder ben ik weer tevreden met hoe alles is gegaan. Het is allemaal weer schoon. Dus ik ben nu weer even voor een weekje van deze klusjes vanaf. Dat is altijd wel weer fijn. Ik ga nu lekker relaxen. Dus ik ga bij deze ook zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 9 november. Ik ben klaargemaakt. En gisteravond. Ik had gekookt. En tijdens het eten kreeg ik ineens een hele aanval van zware dorst. Dus ik had een glas water gepakt en eigenlijk zat ik na mijn groenten en mijn rostirondjes al zo ontzettend vol. Maar ja, ik moest mijn vlees nog en ik had het al gebraden en ik hou niet van opgewarmd eten. Dus ik dacht, ik moet het gewoon opeten, want anders gaat het weg en dat is gewoon zonde. Nou, ik heb mijn vlees opgegeten en nou, ik was blij dat ik mijn eten achter de kiezen had. Ik kreeg daarna een aanval van hele zware warmte. Ik voelde me helemaal niet goed. Ik dacht op dat moment echt, oh, al mijn eten komt er weer uit. Toen moest ik die afwas nog. En toen dacht ik, oh, dit is vreselijk. Dus ik heb mijn stoel erbij gepakt en ben gewoon zittend de afwas gaan doen. Maar ik was eventjes helemaal niet lekker. Dus gelukkig ging het later wel weer wat beter. Maar het was eventjes niet zo fijn. Dus gelukkig ben ik wel weer opgeknapt. Ik heb even televisie gekeken gisteravond. Ik heb het Roer Om gekeken. Ja, op zich wel leuk, maar niet heel spectaculair of zo. Daarna heb ik Cupido of zo gekeken. Dat was wel weer super leuk. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik had de allerlaatste aflevering van Kastanje Manden. Die was echt super spannend. Betekent wel dat ik vanavond weer een nieuwe serie moet uitzoeken. Ik heb nog geen idee. En ik heb Witse gekeken, dus dat was verder wel leuk. Ik ga zo even stofzuigen. Mijn coach is hier om 2 uur. Dan gaan we eventjes naar de Wibra als het goed is. En ze heeft even de steenboor meegenomen. Maar die moest ze wel gelijk weer mee terugnemen, want die is van haar man. Dus die zei, ik wil hem wel weer terug. Dus ik moet zo gelijk even gaan boren, maar dat geef ik niet. Dat komt wel goed. Kijken of ik er doorheen kom. Weet je, als het ook niet lukt, dan houdt het natuurlijk op. Maar goed, ik kan mooi zo nog even wat dingen doen. Dus dat is het verder ook wel. Verder weinig te vermelden. Ik ga nu even stofzuigen en zo. Misschien dat ik jullie nog wel eventjes meeneem onderweg. Maar eerst maar even zorgen dat de boel hier netjes is. En dat ik boven even plek maak dat ik er goed kan staan. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik zie jullie sowieso later weer. Was ik weer. Ik ben inmiddels weer net thuis. Katjes zitten nu lekker te eten. Dat was best wel laat geworden, maar het komt. We waren dus naar de Libra gegaan en daar moesten we even voor naar een ander dorpje. Ik had eerst geprobeerd te boren boven. Kwam niet door die muur heen, dus ik heb het eigenlijk van die plakspijkers. Toen ben ik zelf nog even bij de Action beland. Nou, dat kan ik dan nog weer mooi laten zien in de shoplog van die ik donderdag ga opnemen. Maar ik ga jullie nu in ieder geval even de boodschappen laten zien. En dan kan ik ze ook lekker mijn dingen doen. Dus ik ga ze even erbij pakken. Zo, ik doe even mijn schoenen uit ondertussen. Ik zit even net wat lekker. Ik heb hier chocomel. Ik heb 2 pakken, want ik had hem eigenlijk meegenomen bij de
bij de Boni. En toen kwamen we ineens spontaan langs de Aldi heen, die op die, in die plek wel open was. Daar was hij dus in de aanbieding, dus toen heb ik daar nog een pak meegenomen. Ik heb een pak snitseltjes voor donderdag. Even de bakboten weer. Die, de kassengids. En ik had meegedaan aan een enquête en toen kreeg ik dessertsaus, chocoladesmaak. Dus die had ik gratis. Haricoverts. Een rouladetje voor zondag. Twee keer afwasmiddel, was twee voor een eurotje. Gaat er altijd best wel hard doorheen. Koffiemelk. Patat. Aardappelschijfjes. Boontjes. Even kijken. Voor mij is het verder de rest allemaal een beetje dubbel. Verder is het ook niet echt veel. Dus dit was eigenlijk alles. Ik ga dit nu opruimen. Dan ga ik even douchen en ga ik ook koken. Vanavond kijk ik Bureau Hofstad. Ik heb al wat dingen opgenomen. En ja, ik moet de vlog afmaken. Ik moet nog foto's bewerken. Dus dat wordt het eigenlijk ook wel. Het wordt gewoon een beetje een avondje met dingen voor de blog en YouTube. Ik moet een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Dus daar ben ik nog niet over uit. En verder ga ik Witse kijken. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doeg!